De kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van de deelnemende partijen worden in deze tijd vastgesteld en bekendgemaakt. Veel lijsten zijn een mix van huidige raadsleden en fractievolgers en nieuwe gezichten, zowel ervaren als onervaren, van jong tot oud. Een van de weinige jongeren die zich kandidaat stellen voor de verkiezingen is Ardin van Emmerik. Volgens de 23-jarige kandidaat van gemeente Belangen Ede zie je maar weinig jongeren op de kandidatenlijsten bij partijen. Veel jongeren vinden het maar raar, een jong iemand in de politiek. Ja, dan moet je wel een flinke tik van de molen gehad hebben als je 23ste politiek in wil. Nee, ik vind het. Ik heb sowieso altijd een mening ergens over hoe dingen geregeld worden. Dat begon op de basisschool, ik het niet eens was met de juf. Op de middelbare school was ik het niet eens met de rector over bepaalde dingen. Dus ik roep veel. Ik vind het ook belangrijk als je roept, dat je daar ook naar handelt. Dus je ook probeert om dingen te veranderen. En ik denk dat de politiek daar de beste plek voor is. Om de meningen die ik heb, dingen waar ik het niet mee eens ben, dingen die ik wil dat er anders gaan, dat die ook tot uitvoer worden gebracht. En dat je ook zo je steentje bijdraagt aan de maatschappij. En zeker als jongeren. Heel veel jongeren zeggen van ja, politiek, ver van mijn bed. Ja, ja, mensen zeggen altijd ik heb niks met politiek. En dan zeg ik altijd ja, maar politiek wel met jou. Want uiteindelijk we staan hier op de telefoonweg. Als die opnieuw wordt ingericht, dan raakt het iedereen die door het centrum fietst. Dus je kan wel zeggen, politiek heeft niks met mij te maken. Maar ook jij fietst door een stad of een dorp heen waar de politiek dingen heeft besloten. En daarom heeft politiek wel degelijk iets met jou te maken. Zouden jongeren nou zich meer moeten interesseren voor de politiek? Nou, ik vind moeten een groot woord. Ik wil het niemand verplichten. Ik vind wel persoonlijk, als je kritiek hebt op dingen, als je dingen wil veranderen, dan is het wel handig om je te interesseren in de politiek. Want dat is de plek waar besluiten worden gemaakt. Dat is de plek waar dingen worden veranderd. Dus als je dingen wil veranderen, dan is het goed om je daarmee bezig te houden. En ik denk ook dat zeker jongeren, omdat zij nog niet al 40 jaar rondlopen op een gemeentehuis, gewend zijn aan bepaalde dingen, een wat frissere blik hebben. Ik denk wel dat daarom jongeren belangrijk zijn om te betrekken bij de politiek. Maar ik wil natuurlijk niemand verplichten. Is het dan ook goed dat er in Ede een jongerenraad is? Zeker. Ik vind de jongerenraad, ik kom zelf ook uit de jongerenraad. Ik vind de jongerenraad, misschien wat mooiste wat we hebben in het gemeentehuis. Het is enerzijds een plek waar je heel goed leert hoe een gemeentebestuur in elkaar zit. Hoe dat werkt, wat voor mensen er allemaal bij betrokken zijn. En hoe moeilijk het soms ook is om beleid te maken. En anderzijds is het ook echt een speeltuin waar je met vallen en opstaan jezelf verder kan ontwikkelen. Zonder dat daar nog hele grote consequenties aan verbonden zijn. Dus daarom is de jongerenraad een perfect iets om te hebben in een gemeente. Er staan niet superveel jongeren op de kandidatenlijst tot nu toe. Nee, het is ook lastig om jongeren te vinden. Je hebt natuurlijk heel veel gaan studeren. En die gaan dan, als ze in Utrecht gaan studeren, liever in Utrecht wonen dan in Ede. Dus daarom denk ik dat het lastig is om jongeren op je lijst te krijgen. Moet Ede dan nog aantrekkelijker worden voor jongeren? Ja, dat ligt eraan wanneer je iets aantrekkelijk vindt. Ik denk dat het Een grote motivatie voor jongeren om uit Ede te gaan ook is dat je niet meer bij je ouders thuis woont. Ja, nu kunnen we natuurlijk zeggen dat als jij 23 wordt dat we je ouders verplicht de gemeente uitzetten. Maar dat is ook niet heel erg wenselijk. Dus ik vind het belangrijk dat er voor jongeren belangrijke of leuke dingen zijn zoals de Heideweek. Of dat het uitgaansleven hier goed is. Daarin moeten we aantrekkelijk zijn. Maar ik denk dat we niet de hoofdreden waarom jongeren verhuizen weg kunnen halen in Ede. Kortom, jongeren en politiek gaat prima samen. Jongeren en politiek gaat perfect samen.